weer. En dan neemt nog een katknal van je kamer. Ja, dit is wel mooi. Uit de buurt. Hier in de buurt. Hop, kijk eens. Recht zo die gaat. Kijk, we hebben je pas geleden bij het wijnfestival gehad. Ja. Zaterdag zag ik je overal sprintjes trekken, de nacht van de nacht. Ja. En nu ben je er weer, Gerard. Nu komt er een specerijenfestival aan. Ja. De smaak van de wereld. Hoe spreek de jij de smaak van de wereld. Dus ja. Ik heb 10 jaar lang de smaak van Zeeland gedaan. Ja. Maar ik dacht, zoveel dingen worden culinair. Ik wil wel proberen om een beetje nieuwe dingen te doen. Dus we hebben de Zeeland een beetje opgewaardeerd naar het globale niveau. De smaak van de wereld. En eigenlijk, wat dan centraal staat, is eigenlijk alle verbindingen die Middelburg in de loop der eeuwen heeft opgebouwd, dus eigenlijk met alle landen. Nou ja, dan praat je echt van Zuid-Afrika, maar natuurlijk ook Indonesië. Nou, hier op 75 meter stond het Oost-Indië-huis, het VOC-huis. Ja. Nou, dat was natuurlijk eigenlijk het centrum van de handel in die tijd. Heel veel specerijen. Nou, wijn, daar is Middelburg eigenlijk een beetje rijk mee geworden. En de specerijen is Middelburg natuurlijk eigenlijk rijk mee geworden. Als je al die prachtige panden ziet, is alleen maar te danken aan de specerijen. Dat heeft ook wel wat mindere kantjes, maar het heeft natuurlijk ook heel veel positieve kanten. Nou, die willen we eigenlijk hier laten zien. Dus Indonesië is het thema. Maar je hebt natuurlijk ook Arabische souks specerijen. Nou, daar laten we ook wat van zien. Caribisch gebied, Suriname, daar laten we ook wat van zien. Dus hier de specerijen. En straks in de Verwerijstraat hebben we eigenlijk ook een soort streetfoodmarktje. En dan moet je ook gerechten denken waar specerijen in verwerkt zijn. Daarnaast hebben we eigenlijk ook allerlei artiesten. Niet uit Indonesië, maar trouwens bij het specerijenfestival komen echt 5 kramen, specifiek uit Indonesië, met specerijen, maar ook wel wat toeristische dingetjes. We hebben ook Arabische lampen, dus het is eigenlijk een heel internationaal sfeertje wat we hier in de kerk creëren. Maar het is eigenlijk echt een festival met muziek, dansen, eten, ja. Drinken, ja. Een beetje geschiedenis. Dus ook educatieve zaken. Ja, ook, maar het is vooral ook een gezellig evenement waar iedereen gewoon welkom is, ja. En kan komen. Ja. Eigenlijk heb ik zo nog nooit naar buiten gekeken hier. Ik heb deze straat nog gewoon op de Breestraat. Meestal kijk je de andere kant op tegen de prachtige Oudkerk. Maar dit is eigenlijk ook wel een leuk uitzicht, toch? Ja. Je zou hier bijna een cultuurtempel in beginnen. Ik zou zo'n man uit Vlissingen misschien leuks laten doen. Misschien is dat wel een aardig idee. Aardig idee, ja. Ja. De connectie leggen met de concertzaal of met de Schouwburg. Ja, misschien ook wel een idee. Eigenlijk heb je een soort culturele driehoek. Ja, het voelt een beetje als de Montmartre van... Ja, een beetje een soort museumkwartier. Ja, ja. Goedemiddag hoor. West?